Goedemorgen vanuit Suriname wederom vanmorgen. Ik ben weer op een andere school. Ik ben nu op de Bluffbandschool in Suriname. Dat is een lagere school in Noord. En ik kwam eigenlijk hier om de film van Mama Stranang te laten zien. Maar ik was vergeten door te geven dat ik een donkere ruimte nodig had. Dus het is niet helemaal goed gelukt om die film te... Of niet gelukt om de film te laten zien. Dus ben ik een beetje gaan praten. Ik denk, nou, dan gaan we een beetje over de film praten. Maar wat bleek, heel veel van de kinderen, ik denk de meerderheid van de kinderen, zijn anderstalig. En eigenlijk zit ik een beetje met een beetje verdriet hier. Om te zien dat de jonge kinderen in een klas zitten. Die niet dom zijn, slim zijn. Maar omdat ze de taal niet spreken, zitten ze op een lagere school. Terwijl ze misschien al veel verder hadden kunnen zijn. Wederom hebben we onvoldoende geïnvesteerd in onderwijs. We hebben mensen nodig die Spaans spreken, Portugees spreken, om jonge kinderen te helpen ons Nederlands te begrijpen. Nu zitten ze in een klas, de juffrouw doet haar best, maar heel veel wat er gezegd wordt gaat gewoon verloren. Voor de kinderen zwaar demotiverend lijkt mij, voor de juf ook demotiverend, want de helft wat je verteld hebt gaat verloren. Ik heb ze gevraagd van mag ik dit vertellen? En... Ja, ik moet zeggen, heer juf, ik wil er bijna om huilen, hoor. Echt waar. Ik vind het zo erg dat er jonge kinderen zitten. En ze hebben toestemming gegeven. Dus we gaan ze laten zien, kijk, hoeveel kinderen anderstalig zijn en hoeveel kinderen de Surinamers zijn. Ik ga de Surinamers laten zien eerst. Dat mag van jullie toch, hè? Ja. Oké. Okay. Dat zijn de Surinaamse kinderen. 1, 2, 3. Oké, okay, ze willen niet. Je wil het niet? Dan moet je zeggen. Nee, Tom. Je hebt al gezegd ja. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En kijk de anderstalige. Jee, zeg eens wat. Hallo, hola. En ik vind het gewoon vreselijk. Dus ik ben op zoek naar mensen die les willen geven in het Portugees, Spaans. Is het toch? Portugees en Spaans met name, hè? Kan jij me komen vertellen, waarom is het belangrijk dat je ook een beetje in jouw eerste taal het Surinaam, de vakken leert? Je eigen taal, je hebt je eigen vakken leren. Dus dat je in je taal, dat ze je leren in je taal om Nederlands goed te kunnen spreken. Is het belangrijk? Ja? Want jij kan goed Nederlands? Ja, ik kan goed Nederlands praten. Ik hoor je bijna niet, want die mensen willen je ook horen. Ik kan goed Nederlands praten en ik kan ook goed Portugees praten. Ja, en jij helpt de juffrouw soms om te vertalen? Soms. En jij spreekt ook goed Nederlands? En jij helpt ook te vertalen? En wie spreekt helemaal geen Nederlands hier? De mannen uit Cuba, hè? En Diego. Ook Cuba, hè? Ja, toch. 3 Cubanen. 4 Cubanen. Oh, hij is ook Cuba? Ja. Ah, oké. Okay. Maar zeg, oké, 4 Cubanen en de rest... Brasileiro. Ja? Brasileiro. Oké. Okay. En versta je als je de lessen krijgt elke dag? Ze moeten lachen. Oké. Okay. Ga je maar. Begrijpen jullie wat er gezegd wordt? Altijd? Nee, niet altijd. Soms. Ja, en soms niet. We begrijpen niet altijd die opdracht dat je vrouw heeft. We begrijpen niet zo goed. De opdracht. Dat zullen we ons zeggen. Ja. Dus dat is ook moeilijk. En voor hem helemaal. En ik heb begrepen van de juf, jullie zijn allemaal goed in mathematics. Allemaal goed in rekenen. En hoe oud ben jij? 14. En eigenlijk zitten ze nu in de 6e klas. Ze hadden dus al lang moeten zitten op de middelbare school, right? Maar it's because of the language. Pamodi lingua e divisil. En wie is nog meer ouder dan 12 hier? Jij? 12. Ik vind het eigenlijk heel triest dat wij onvoldoende hebben ingespeeld op de grote groep van buitenlanders die komen naar Suriname. Brazilianen wonen al heel lang hier in Suriname, volgens mij al 10, 15 jaar, toch? Dus we hadden al lang moeten investeren. Dus willen jullie een Spaanse lerares hebben, of niet?
beter. Omdat je dan, maar dan krijg je ook Nederlandse lessen, maar de vakken, want ze begrijpen je, ik zo, kijk, hij gaapt al, hij begrijpt toch geen reet van wat ik, sorry, hij begrijpt niks van wat ik zeg. En u bent de directrice, wat vindt u hiervan? Ik zeg van, ja, overdag is de juffrouw alleen, ja, van 8 tot 1. En hier en daar krijgen ze wat hulp van kinderen. Maar dat is niet genoeg, want de kinderen moeten eerst met zichzelf bezig zijn. Exactly. Ik wil een opdracht. En dan als ze klaar zijn, want ik zeg altijd eerst naar jou. En dan je medeleerling. Ja. Want de juffrouw kan is de taal niet machtig. Nee. Dus zo zijn we de kinderen dankbaar die de taal van hun medeklasgenootjes kunnen spreken. Maar het kan ook niet iedere keer, want we werken dat irriteren en frustreren. En dan zij blijven dan ook achter met hun werk natuurlijk. Helemaal. Ze krijgen nu wel Nederlandse lessen, smiddags? Ja, ik ben blij dat onze voorzitter een overeenkomst heeft gemaakt van we gaan niet op de regering wachten, weet je wat? We gaan gewoon al onze leerlingen van de twee scholen, de christelijke school en de Bluffpartschool, de ouders vragen wat ze ervan denken als we die Anderstalige kinderen bijlessen geven. Zodat ze die taal machtig zijn. En alle ouders waren echt enthousiast. Ja. Heel enthousiast. Voor de hele maand, 3 dagen. Het zijn maandag, woensdag en vrijdag. En ik mag niet ook hoor, een hele groep komt. En de ouders willen zelf die taal leren. Maar we hebben zelf ook willen eerst met de kinderen beginnen. Ja, heeft u hier ook met het ministerie van Onderwijs gesproken? Nee. Want, ja. Maar ik, nogmaals, die jonge mannen zijn daar 14 jaar. Klopt. Ja, die hadden in de tweede MULO moeten zitten. Ja, inderdaad, helemaal. Ja, toch? Krijgen ze ook, want ze zijn goed in rekenen, hè? Geef jullie ze wel wiskunde van de hogere klasse? Nee, we werken steunend met de boeken van het ministerie van Onderwijs. En dan zou je zo niet buiten ons boekje gaan. Okay, dus hier het eigenlijk heel gemakkelijk voor ze is. Ze zijn binnen nood aan klaar. Maar dat bedoel ik, ik snap dat je niet buiten je boekje kan gaan, maar soms, you have to bend the rules. Als je ziet dat een kind talent heeft, dan geef hem wat extra werk. Dus laat hem gaan googlen op wiskunde of zo. Doen jullie zelf veel thuis oefenen? Of is het... Sorry? Je hebt les. Jij gaat naar Nederlandse les? Ja. En het helpt een beetje? Ja. En mama en papa spreken Nederlands of? Niets. Ja, mijn vader kan. Jouw vader kan? Mijn vader kan goed. Surinaams? Niet Surinaams, Saramakatao. Saramakatao? Ja. Oh, dat, is dat Okaans? Of is het? Saramakaans. Okay. Oh, dat kan je vader goed. Je vader werkt in het binnenland zeker. En die past aan. Ja. Oké, dus ik hoop dat, dat iemand kijkt. Want kijk, als je naar de opdrachten kijkt bijvoorbeeld, hè. Dan staat er decimale getallen. Nou, ik weet zeker dat hij niet weet wat het betekent. Maar bij het zien, hè. Bij het zien gaat hij wel begrijpen. Nee, maar weet hij dit, wat hij dit betekent? Want daar staat, nee, hij kan het niet. Nee. Dus ik kan het niet zo mee begrijpen. Exactly. Maar het helemaal. Ik heb, juist. Ik heb ooit eens in Nederland iemand. Ik heb ooit in Nederland iemand gehad en gaf ik er bijlessen, had ik voor de gevraagd. En die persoon zei tegen me: ze leest het Nederlands, maar ze begrijpt het niet. Nou, het is jammer. Dus mensen waar ik dus op zoek naar ben, voor deze jonge, talentvolle. Brazilianen en Cubanen is in het Spaans en Portugees. Dat ze in het begin leren, want ze zijn nu achter. Ze zijn goed in rekenen. En nu zitten ze hier op een lagere school waarvan ze de helft eigenlijk niet begrijpen. Dus mocht u mensen kennen die Spaans spreken, bent u vrij, komt u helpen. Het zou prachtig zijn als er hier in de klas een juffrouw zou zitten. Die luistert naar de juffrouw en het kan vertalen, zodat ze de opdrachten goed gaan begrijpen. En dat ze dan tegelijkertijd ook Nederlands krijgen. Dus dat wil ik even met jullie delen. We gaan even groeten, mensen. Hou allemaal groeten. Ciao, ciao! Dada! Dada! Oké, mensen.
Hey, yes. Later. En, oké. Okay. Ik ga ook het ministerie bellen van onderwijs. Abu.